Hallo allemaal, hier ben ik weer, Maria van Maria's Design. En ik wil eventjes verder gaan op mijn vorige tutorial, waarbij ik de stamping foam heb gebruikt. Ik heb mijn stamping foam blok ook weer gevonden met het hart erin. Dus daar wil ik eigenlijk eerst eventjes jullie wat mee laten zien. Ook deze heb ik nog nooit gebruikt. Deze hebben we gisteren gedaan. En nou ja, deze, dat moet ik eventjes een nieuw patroon weer in gaan maken. Dus die leggen we even aan de kant. En ergens. En we gaan beginnen met ons hartblok, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik eigenlijk een afdruk in gaan maken van een kleerstamp. Dat is van Crafters Companion. En dat is eigenlijk, ja, een driedelige stempel. Maar ik gebruik alleen maar de omlijning van de laatste stempel. Dan moet ik even kijken dat ik dat een beetje netjes van elkaar krijg. Die kan daar weer op. Deze kan erop. En dat is deze stempel. Daar moet hij ook maar even los. Dat is al net zo makkelijk. Dan kan ik hem daarop laten. Dus zoals jullie zien past hij heel mooi op het blok. En we gaan eerst eventjes het blok op ons acrylblok plakken. Omdat wanneer je hem hier opplakt, heb je toch wat meer grip. En kun je beter de druk verdelen, zodat je een mooie afdruk in het foam krijgt. Maar dan moet ik even kijken, want de vorige keer was... ik doe dat dan wel met low-tech tape. En dat is ook prima, maar... Je moet ook niet van dat hele plakkerige tape hebben. Want dan trek je hoogstwaarschijnlijk je foam, je stamping foam stuk. En stamping foam is van Simon Hurley. Uitgebracht door Ranger. En dat kun je in verschillende maten krijgen. Deze is dan toevallig in een hartvorm. Maar ik heb jullie gisteren de grote blokken laten zien. En je hebt ook nog wat kleinere blokken. En ook dat werkt prima. Nou hoop ik dat hij dit keer wel blijft zitten. Want gisteren bleef hij niet zo goed zitten. Het is net eventjes dat je foam op je blok blijft. Nou, we gaan hem verhitten. Zeg ik nogmaals, ook deze heb ik zelf nog niet eerder gebruikt. Maar dat maakt niet uit. Ga hem verhitten ongeveer 15 seconden. Dicht boven je foam, maar blijf hem bewegen, je heat tool, want anders heb je kans dat dat ding heel snel toch gaat smelten. Dat is niet de bedoeling. Dus even goed verhitten. Je ziet hem dan wat glanzend worden. En kijken wat dit wordt. Zo. Dan moet je wel in principe heel snel werken. Want anders dan koelt je foam af. En die gaan we er dus rechtstreeks op drukken. En we gaan een beetje wiebelen. Dat we alle kantjes en randjes goed meekrijgen. Nou, ik hoop dat we hem goed hebben geplaatst. Maar dat zullen we zo zien. Nou, volgens mij is hij heel goed gelukt, zoals jullie zien. Ja. Nou, oké. Nou is het mooiste, we halen hem weer van het blok af. Blok zetten we even aan de kant. We pakken ons papier. En dat is een white stamping card. Ook van Crafters Companion. Dat is een behoorlijke stevige papier. Ik doe daar eigenlijk alles mee. En het mooiste nu is, ik haal het hart eruit. En ik kleur alleen maar de buitenkant.
Eens even kijken. Dat gaan we doen met... Laten we dat eens gaan doen. Met wat oranje. Dat zijn dus de Elements van Lavinia. De Russet Orange. En omdat hier nog niks geen inkt op zit, ga ik er nu zo over. Het draait niet echt makkelijk. Deze inkpads zijn een beetje stroef. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik wil eigenlijk geen aanzet, maar dat lukt niet altijd met deze inkpads. Maar zoals jullie ook hebben gezien gisteren, heb ik dus een inkpad van Lavinia in de vernieling geholpen. Doordat ik toch twee kleuren over elkaar deed en mijn inkpad niet weer schoon kreeg. Maar goed, ja, dat was het risico van het vak. Dat was even niet anders. We gaan een klein beetje... nee, ik wil eigenlijk de groene. Moet ik even kijken waar ik die heb gelaten. Nou, oh, hier is mijn groene. En dan gaan we het hart, gaan we straks paars maken. Dan moet ik even mijn groene kleur. Ik moet wel in beeld blijven. Ik heb de neiging, volgens mij, dat ik dan weer een beetje scheef schiet. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Dat gaan we een beetje groen. Ik heb deze stamping foam nog niet eerder gebruikt. Dus dit is voor mij ook weer een nieuwe uitdaging. Maar dat wil ik graag met jullie doen. Dus we moeten maar weer afwachten wat er van komt. Nou, dat vind ik in wezen wel genoeg zo. En dan gaan we misschien ook nog eventjes met een paars kleurtje de bloemetjes een beetje aanstippen. Heel klein beetje. En kijken wat dit gaat worden. Ja. Niet te veel. Nou, ik weet niet of jullie de vorige tutorial hebben gezien. Even mijn papiertje aan de kant. En nu gaan we het foampad gaan verlicht benevelen. Doe het van een afstandje, zodat je een lichte nevel over je foampad krijgt. Ik hoef de dopje er ook niet meer op te doen, dat is ook een onzin natuurlijk. Even een stukje keukenrol, want nu spuit ik mijn hele werkblad natuurlijk nat. En dan gaan we eens kijken wat deze afdruk ons brengt. In principe ga ik hem eventjes aan de zijkant zetten. Ik wou hem eerst, zit met mijn vingers erin, dat is ook niet zo handig. Ik wou hem eerst in het midden doen, maar ik denk dat dit prima is zo. En nu kun je heel mooi de druk verdelen. Even zonder pet. Of blok, wou ik zeggen. En dan rondom alles goed aandrukken. Ik hoop dat ik nog in beeld ben. Ik zal even mijn inkpads aan de kant schuiven en dan kan het papiertje iets hoger. Nou, op hoop van zegen, daar gaan we. Ja. Nou, het idee is leuk. De kleuren zijn een beetje modderig geworden. Dus dat gaan we eventjes anders doen. Maar dit is het idee. Ik denk dat we even een nieuwe gaan maken. Ik vind de kleuren toch te veel in elkaar overlopen.
Alleen, zeg ik, de uitvoering is niet helemaal goed. De techniek wel. Maar de kleuren komt niet helemaal zoals ik het wil. En aangezien ik daar toch een beetje een Piet Leut in ben, gaan we dit gewoon nog eens een keer overnieuw doen. En dan even kijken hoe het dan gaat. Even de foam schoonmaken. Dus deze gaat helaas pindakaas, maar die gaan we weggooien. En we beginnen gewoon nog eens een keer weer opnieuw. En dat gaan we dan doen met één kleur. Dat lijkt me het allerbeste. Zo. Welke kleur gaan we dan doen? Dan gaan we ook niet rechtstreeks, dan doen we dat weer met de brayer. Want ik vind het toch, met de Element inkpads vind ik het behoorlijk heavy worden, de kleuren. Van ja, die inkpads die zitten echt vol inkt. En ja, dat is dan echt behoorlijk into your face, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik pak, eens even kijken, de Speckled Eggs, dat is van de Distress ink. Dat kan ik wel zonder brayer doen. Want die, dat is toch, toch nog weer net eventjes iets anders. Dan gaan we eventjes met ronddraaiende bewegingen. Deze inkpads die gaan ook wat makkelijker over het schuimblok, over het stampingblok. En de Elements die blijven wat haken, wat plakken. Maar nogmaals, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan hem eventjes weer benevelen. Oké. Even mijn blad weer droog maken. Zo. Schone handen, nou ja, redelijk schone handen. En ik zet hem nu in het midden. Oké. En we gaan weer het foamblok stevig aandrukken op het papier. Zo. Nou, misschien moet ik iets hoger, jongens, of... Ik denk dat meevalt, maar daar gaat hij. Dit is beter. Nou, vind ik op zich ook een hele liefelijke kleur, moet ik zeggen. Even mijn blok weer redelijk schoonmaken. En zo. Die leggen we daar even op en we gaan hem even nadrogen, want dan kunnen we gelijk doorwerken. Hele mooie zachte kleur. Ik vind trouwens Speckled Egg vind ik al een hele mooie kleur. Zo. Zo. Kijk, en het leukste is nu met het foamblok met het hart erin. Dat je op zich nu hele leuke effecten kunt creëren. Doordat je het blok eruit haalt, het middelste gedeelte. En die gaan we in een andere kleur aanzetten. Waar is mijn hart gebleven? Die is hier. En dat gaan we toch wel doen in het, ja, in het paars. Ja, zoals jullie weten, ik ben toch een beetje een paarse fan. Maar dit is een heftige kleur. Dus ook dit ga ik wel even met de brayer doen. En dan even kijken hoe dit gaat. Zo.
Nou, ik ben super benieuwd. Even goed inrollen. Dat moet voldoende zijn. Breder even weer wat schoonmaken. Ik hou altijd van een beetje schoon en opgeruimd. Oké, deksel er weer op. En dan kunnen we nog eventjes even kijken. Misschien aan de zijkant. Het nog een beetje donkerder aanzetten. Dat is misschien nog wel een leuk idee. Zodat het hart er nog meer uitspringt. Het is ook leuk voor Valentijn. En binnenkort is het Valentijn. Zo. Die gaan we zo doen. Deksel erop. Ook het hart gaan we nu eventjes één keer licht benevelen. Kijken dat ik niet in mijn camera spuit. Dat is niet zo handig. Nou moet ik er even met mijn neus boven. Want anders kan ik niet zien. Bril erbij af. Waar ik het hart plaats. Oké. Okay. Nou. Ik ben benieuwd wat hier weer uitkomt. Daar gaan we. Nou, ik vind hem helemaal super. Ja, ik vind hem echt heel leuk geworden. Even het hart weer schoon. Nou, je ziet wel zoveel er meer dat je daar een beetje mee gaat spelen. Zoveel er handiger en creatiever word je daarin. Dit is voor mij ook een beetje zoeken. Maar ik wil jullie dat toch laten zien. Want ook al ben ik al jaren bezig met deze hobby. Je leert toch elke dag weer. Die kan weg. En ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat er ook bij mij best wel eens iets misgaat. Niet vaak, dat moet ik wel zeggen. Maar er gaat wel eens een keer iets mis. Ja, en dat mag ook. Dat is ook helemaal niet erg. Kijk, en dan ga ik deze straks uitsnijden. En hem nog wat bewerken. En dan ga ik de paarse bloemen bijmaken. En dan hebben we weer een hele mooie kaart. Zo. Dat is die. Nou, ik vind hem echt heel mooi geworden. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik ben hier wel heel tevreden mee. Ik ga hem nog even uitsnijden. Waarvan ik denk van, nou ja, dat hij wel leuk is op deze manier. Laten we daar nog een wit randje bij. Ja, dat denk ik wel. Kleintje. Heel kleintje. Zo. Ja. Dus het is echt wel de moeite waard om eens te kijken of dit bij je past, dit foam. Eerst dacht ik ook van, oké, dit is allemaal heel leuk en je schaft het weer aan. En ja, het heeft bij mij ook een poosje in de kast gelegen. Maar als je je er toch een beetje in gaat verdiepen en ja, je neemt de stap om daar toch mee bezig te gaan, dan, ja, dan word je... Tenminste, ik word steeds enthousiaster, laat ik zo zeggen. En ja, ik vind het wel geslaagd eigenlijk. Kijk, zien jullie? En wat je dan nog kan doen is gewoon met een klein kwastje. Waar heb ik mijn paarse kwast? Ergens.
ergens over. Oh, hier. Bijt me bijna in mijn neus. We hebben de oranje kleur. Natuurlijk wel een oranje kwast, dat is wel zo handig. En een stukje keukenrol. Het is Valentijn, dus een beetje kleur, dat mag ook wel. Ik denk dat ik gewoon op groen hou. Ja, ik ben heel veranderlijk hoor jongens. Bij mij schiet het altijd alle kanten op. Maar dan krijg ik opeens weer een opleving en dan denk ik, oké, dit gaan we zo doen. Gaan we de harten even wat groen maken. Klein beetje kleur erin. Je kan er nog een plakpareltje in doen. Bewijzen van. Je kunt de lijnen nog uittekenen. Ik denk dat ik hem nog wat ga verscherpen. Misschien door een mooie witte lijn erin te maken. En eens even kijken. Gaan we dit nog een beetje aanzetten? Nee, ik denk dat ik de buitenkant zo laat. Dat denk ik. Maar dat zien we dan wel. We gaan het volgende patroontje even maken. Ik laat jullie het ook vast en zeker zien als de kaart hiermee klaar is. Dat jullie ook een beetje een idee hebben wat je daarmee kunt. Ja, misschien ga ik die hartjes toch nog doen. Net wat ik zeg, ja, ik ben heel veranderlijk. Waar is mijn paars gebleven? Hier is mijn paars gebleven. Maar dan ook heel lichtjes. Dan heb ik altijd het idee dat je wat meer evenwicht hebt. Omdat de kleur weer wat terugkomt op je kaart. Dan wordt het meer één geheel. Misschien dat ik het straks nog wel weer wat ga afzwakken. Door de witte pastel over te doen. Maar dat moeten we nog maar even zien. Heel lichtjes. Nou, het begint hier te waaien en te stormen. Het lijkt wel herfst in plaats van winter. Nou ja, winter. Winter hebben we ook niet, maar... Nou, vind ik toch iets fleuriger. En er kunnen natuurlijk straks ook nog nouveau drupjes op. Of, hoe heet dat spul? Zeg ik weer. Stikkels. Ik kan niet op dat woord komen. Stikkels. Die heb ik ook weer gevonden. Had ik ook al jaren en jaren. Maar goed, ja. Dat krijg je alles als je altijd hetzelfde gebruikt. Nou, is die leuk of is die leuk? We gaan nog een afdruk maken. Maar dan van een item waarvan je denkt van ja, wat moet dat worden? En die leggen we daar even op. En ik dacht dat we dat hier maar eens mee moesten gaan doen. Dit lijkt me op zich al heel leuk. En ik heb eigenlijk nog een hard blok. Van ook daar. Ik zal even de verpakking. Want ik wou het eigenlijk met het... Waar heb ik de verpakking nou gelaten? Mijn tweede blok. Even kijken. Ja, en toen was het mijn tweede blok. Was ik kwijt. Oh nee, ik heb hem hier. Take it easy. Ook hier zitten twee stamping foam stukken in. Nou, even zo. Dus dit is de hardvorm. Hier staat op, ja, 4 pieces. Maar goed, dat is ook logisch. Van, en dat is het hart. Maar ook dat wil ik jullie... daar heb ik ook een ideetje mee. Maar dat wil ik jullie even laten zien wat ik daar weer
mee wil gaan proberen. Laat ik zo zeggen, proberen. Hier haal ik het hart wel uit. De vorige keer heb ik hem laten zitten. Maar nu gaat hij eruit. Oeps. En deze leggen we even aan de kant. Want dit moeten we eerst weer verwarmen. Nou, dat gaan we even doen. Even vastpakken. En jullie weten het inmiddels. 10, 15 seconden. Blijf bewegen met je heat tool. Zodat je je foam niet verschroeit. En zorg dat je waar je de afdruk van wilt maken, dat je dat allemaal direct bij de hand hebt. Dat je zo min mogelijk tijd verliest wanneer je je heat tool uitdoet. Want wanneer je foam weer is afgekoeld, kun je geen afdruk meer maken in het foam. Dan moet je hem eerst weer opnieuw verwarmen. Nou, volgens mij is die warm genoeg. Oké, we gaan er direct gebruik van maken. Ik schuif hem aan en ja, mijn blok. Even weer wiebelen. Nou, die er maar af, want dat werkt toch niet. Tenminste, niet met dit foam. Dat werkt wel, maar niet met dit foam. Oké. Nou, kijken wat ons dit op gaat leveren. Nou, volgens mij is het een mooi ribbeltje geworden. En wat nu leuk is, tenminste, dat had ik in gedachten. Dit hart komt er dus uit. Maar die lijnen wil ik dus net anders laten lopen. Je kunt hem ook even laten. Maar goed, dan kunnen we altijd de achterkant. Of je kan de bloemen opmaken. Of wat je maar leuk vindt. Je kan ook dit gebruiken van het vorige blok. Gaan we straks even een combi van maken. Maar deze leggen we even aan de kant. Nu willen we het hartje nog even doen. En dan moet ik even kijken. Die lopen zo. Dus het hartje moet ik net zo voor me neerleggen. Dan gaan we ook weer verwarmen. Denk om je vingers. Zoals jullie weten worden deze heat tools een behoorlijke warm, heet. Maar goed, dat hoef je ook maar één keer niet goed te doen. Dat vergeet je ook niet weer. Even goed verwarmen. Hij begint nu glanzend te worden. Uit. En dan rechtstreeks op het bed. Op het bed, op de kleine scoreboard. Nou, het is maar een kleintje. Ik had mijn blok hierop kunnen leggen, mijn acrylblok. Maar doe het even zo. Kijk, en het mooiste is wanneer je dit soort dingen eruit kan drukken. Dan kun je twee verschillende afdrukken maken. Eén in de rand. En een totaal andere in het hart of in een cirkel. Want ook dit foam is ook in een cirkel verkrijgbaar. Zo, dan moet ik even mijn tool aan de kant. Nou ja, blijft liggen. Zie je? Nu hebben we deze zo. Nou zou je zien, hier is die niet heel duidelijk. Maar ik denk dat het wel meevalt. Dus deze doen we er even onderweg. Dus we gaan nu zo beïnkten. En dan valt deze er zo in. En dan heb je weer een totaal ander idee. Andere uitkomst. Dus we gaan eens eventjes even proberen. Een stukje keukenrol nog weer bij de hand. Oké. En wat we gaan doen is... laten we eens kijken of we de groene gaan doen aan de buitenkant en met een oranje hart. Ik pak nu de breier. Ik wil toch een keer de breier gebruiken. En we gaan hem
helemaal met de breier doen. Nu krijg je het niet helemaal zo egaal verdeeld, omdat er natuurlijk een gat in zit. Maar nou, ik vind het niet zo erg. Wanneer je je inkt een beetje goed verdeelt, dan moet dat kunnen. Zo, even weer schoonrollen. Oké. Nou, wat gaan we nu nog doen? We gaan nog eventjes met de paarse kleur, de Distress Oxide, even de randjes een beetje bewerken. Ik zal even weer wat hoger in beeld. Paars en groen doet het altijd wel goed. Zo. Hieronder nog een beetje. Oké, deksel er weer op. We pakken weer vervolgens onze spuitfles. En we gaan weer benevelen. Even de doel wapperen. We pakken een stukje papier. Een stukje kaartstok, moet ik zeggen. Oh, en natuurlijk dat heel spul daar nog nat. Ik vergeet dat nog wel eens. Maar ja goed, je kan ook niet overal om denken. En we gaan een afdruk maken. Oké. Hou altijd één hand op je foam. Dus net als met een stempel, laat nooit je blok dan los. Dan heb je ook geen kans dat hij gaat verschuiven. Zo. Nou, ik sta er weer verbaasd van. Super. Ik ben er heel blij mee. Heel tevreden over. Even aan de kant en even deze schoon. Beetje housekeeping. Moet kunnen. Er moet ook eigenlijk nog, want er zit nog heel veel inkt op. Nu heb ik er wel heel veel water op gespoten. Maar er moet eigenlijk nog een tweede afdruk mogelijk zijn. Dus laten we dat ook eens eventjes gaan proberen. 2 voor de prijs van 1. Nou, hier zit duidelijk wat meer water onder. Want het piept er een beetje tussenuit. Even erop laten liggen. Ik druk ook niet te hard. Ik was een beetje royaal omdat ik hem schoon wou maken. Een beetje te royale water erop gespoten. Maar dat is niet erg. We kijken gewoon. Ik vind dit echt, heel tof geworden. Moet ik zeggen. Ik ga straks daar dat bloemenhart. Weten jullie nog? Die ga ik er eens instempelen. In het oranje. Kijken wat dat wordt. Ik vind hem heel mooi. Nou, deze, dat moet je zien. Dat moet je drogen. We laten het nog een beetje lopen. En ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar voorlopig even niks. Maar zeg nooit, nooit. Niet geschoten is altijd mis. Ik heb een hekel aan verspilling, dus ja, als er nog zoveel inkt op zit. Nou kijk, zie je, als hij gaat drogen, dan heeft hij ook nog wel weer wat. Ik vind vooral de scherpte van het hart, wat je dan in het midden ziet, vind ik gewoon heel mooi. Je kan hem ook open laten en je gaat erin stempelen. Is ook prachtig. Ik weet nog niet wat ik hiervan moet gaan maken. Maar die andere die ik jullie net heb laten zien, de eerste afdruk. Ja, dat vind ik echt tof.
Maar die is nog niet klaar. Nou, oké. Ik denk wat ook alle gloeiend heet. Die leggen we aan de kant. En dan gaan we toch nu deze schoonmaken. En ook al blijft er iets kleur zitten op je blok, is helemaal niet erg. Daar werkt hij, daar blijft hij perfect om werken, laat ik zo zeggen. Ik doe het nu met keukenrol, keukentissue. Maar je kunt ook gewoon een oude doek nemen. Nou, op zich is hij toch heel goed schoon. Die even weer droog. En ik laat gewoon het motief er nog een poosje in zitten, want ik vind dit op zich wel heel mooi. Wat ik nu eigenlijk eventjes wil gaan gebruiken is het hart. En dat gaan we eens even in het oranje doen. En nou denk ik dat ik geel ga doen en ik dep hem met oranje. Dus de gele, dat is de eerste kleur, dat is de Sahara van de Element Inks van Lavinia. Zo. Maar dan moet ik nu wel een sponsje pakken. Even kijken wat het beste is. Even de achterkant van een sponsje. Want anders dan gaan we weer de mist in straks. En dan gaan we rondom de oranje kleur, de Russet Orange, aanbrengen. Zo. Nou, die hebben we ook. Wat ik ook nog even ga doen, is een klein beetje lila aanbrengen. In de blommetjes. Niet te veel, maar gewoon even een hint van. Nou, ook klaar. En deze sponsjes, die kun je gewoon weer uitspoelen en ze zijn weer schoon. Dus dat, ik moet even mijn vingers schoon, want anders heb ik straks mijn hele kaart eronder. Nou, ook deze gaan we weer benevelen. Van een, zit ik mezelf eronder te sproeien. Niet te veel. Anders wordt hij te nat. We pakken onze kaarten weer bij, bril er weer bij af. En we proberen een afdruk mooi in het midden te maken. Nou, ik zit er niet helemaal in, zie ik wel. Maar goed, dat maakt ook niet uit dat er een mooi randje om komt. Even je foam erop laten rusten. Alles goed aandrukken. Nou, en in één keer eraf halen. Ik vind hem helemaal super. Even nog nadrogen zo. Foam weer schoon. En zo kun je toch hele leuke dingen doen met het spul. Dat had ik niet verwacht. Totdat ik het een beetje zelf op ging zoeken en uit ging zoeken. En... ja, nogmaals, je moet er ook een beetje mee gaan spelen. En dan kom je nog tot hele leuke dingen, als ik eerlijk ben. Tenminste, ik vind het niet tegenvallen, laat ik zo zeggen. Ik had het ook niet echt zo verwacht. Maar ja, goed, wat je niet kent, ja, dat weet je ook niet. Wat je ervan moet verwachten. Maar ik vind dit, het is net een beetje van dat corduroy stof wat we vroeger hadden. En dat is dus gewoon voor je scoreboard, hè. Dus daar zit ook een relief in, dus ja. Ik heb mensen al afdrukken zien maken van oude
pannen onderzetters, weet je wel. Dat was ook van dat gevlochten spul. Ik heb het geprobeerd van mijn wasmand, maar dat werd dus niet heel duidelijk. Dus die poging heb ik maar opgegeven. Maar dit vind ik wel een hit, als ik eerlijk ben. Nou, ik zal die andere er nog even bij houden. Dat is dus deze. Je kan het ook precies omwisselen. Je kan natuurlijk ook het streepjeshart bij de bloemetjes gaan doen. Je kan het net zo maken zoals je zelf wilt. Maar misschien wordt die dan te groot. Een vierkant. Ik weet niet of dit kan qua formaat. Ik heb mijn papieren doormidden gesneden. Nee, ik denk dat dat net niet wil. Maar goed, je kan ook natuurlijk misschien drie. Een hartvorm maken met dan drie harten. Dus dat zou ook nog kunnen. Maar op zich vind ik dit een prima idee. Ik zal deze nog even wat bijsnijden. Dan hebben jullie een beetje een ander idee. Zo. Even kijken, want ik doe dit nou zonder mijn bril. Is dit verstandig? Niet helemaal, denk ik. Dat bedoel ik, niet helemaal. Dan de bril er maar weer bij op. Daar is die wel goed en daar is die niet goed. Nou. Zo. Dat is beter. Dat is beter. Alweer een kilometer. Die leggen we er tegenaan. Ja. En dan nog één zijkant. En dan moet het helemaal gaan kloppen. Ja. Deze klopt. Als een bus. Nou, eventueel weer wat met Glossy Accents bewerken, of met stickles, of met Nuvo Drops, of met pearls, of bedenk het maar. En zo hebben we de volgende afdrukken. Dus we hebben een snijmal gehad. We hebben een kleine stempel. Dit is een wat grotere stempel. En wat hebben we nog meer? Ik vond deze in principe ook heel leuk. Die heb ik ook nog niet eens gebruikt. Dat is er een van Studio Light. Die had ik ook uitgezocht. En ik had deze ook nog uitgezocht. Dan moet ik eens even kijken. Misschien dat we daar ook nog iets mee kunnen doen. Ik wil die harten eigenlijk nog even zo laten. Dus we gaan over. Leg ik dat op dat natte? Nee. Naar het volgende blok. Ik ga er nog één voor jullie doen. Deze leggen we aan de kant. Ik hoop dat jullie dit ook de moeite waard vinden. Ik vind hem wel heel leuk eigenlijk. Wat gaan we eens even doen? Deze stempel? Ja, we gaan alleen deze stempel eens even doen. Oké. Nou, zoals je ziet, ik heb hem nog nooit open gehad. Maar dat maakt niet uit. Zo, ik laat hem aan de ene kant gewoon op de sheet zitten. En dan moeten we eerst even het patroon hier weer uitkrijgen. Want dit was dus mijn mislukte wasmand patroon. Nou, ik denk dit gaan we niet doen. Dit leek me helemaal niks. Dus deze gaat er mooi weer uit. En dat is het voordeel van dit foam. Je kan het over en over en over gebruiken. Steeds maar weer. En
Ja, je hoeft niet direct het patroon iedere keer te veranderen. Er zitten twee blokken in. En als je de kleinere hebt, er zitten vier blokjes in. Dus dan kun je wat kleinere kaarten mee maken. Maar je kunt dit ook gewoon natuurlijk zo uitsnijden. En dan heb je alsnog ook wat kleinere formaatkaart. Maar ik hou altijd wel van een beetje grotere kaarten. Maar dit is wel ontzettend leuk spul om mee te spelen. Daar ben ik al wel achter. Denk om je vingers. Ook mijn handen zijn niet vuurvast. Oké. En heel snel werken. Nou pak ik mijn blok wel even. Oh, blijven staan. Oh, sorry, ik ga weer iets naar beneden, jongens. Wiebel, wiebel, wiebel. Ik weet ook niet of dit iets kan worden. Nou, ik vind dus van wel. Dit gaan we dus ook proberen. Oké. Die leggen we daar neer. Die ruimen we straks al op. Nou. Superleuk. Eens even kijken. Zullen we nog eens een keer de groene doen? Nee, we gaan in één keer gaan we de Distress Speckled Eggs doen. Die kan ik mooi over het blok smeren. En ik wil hem ook een beetje vager op het papier hebben. Dus ik ga een beetje hier een beetje meer inkt afzetten in plaats van alleen op de randen. Volgens mij lijkt me dit meer als genoeg. En dan pak ik toch weer mijn lila. En daar wil ik eigenlijk een beetje het middelste gedeelte mee gaan doen. En dan proberen om hieronder de meeste aanzet te geven. Een beetje uitwaaieren. En eens even kijken of we hier nog wat puntjes aanzetten. Zeg ik, en zo langzamerhand, ja, het is een beetje, je moet er een beetje mee spelen. En ik nogmaals hoor, ik heb ook geen idee van hoe dat dan allemaal eruit komt te zien. Maar gewoon dat je dan zo verbaasd kunt zijn over hè, wat je afdrukt. Het is een beetje dat jellyplate-achtige iets. Dan weet je ook nooit wat er tevoorschijn komt. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon best wel leuk eigenlijk. En dan wil ik ook eigenlijk nog wel een beetje van het groene op. Waar is mijn groen sponsje? Dit is mijn groene spons. Hoeft niet precies. Nou ja, liever wel, maar loslaten. Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Maar ik doe mijn best. En ik moet zeggen, het gaat me steeds makkelijker af, het loslaten. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar je kijkt ook altijd heel kritisch naar je werk. En dan denk ik, ja, wie bepaalt wat goed is? Dat tenslotte ben jij de enige die dat bepaalt. Oké. Nou, daar gaan we weer. Het uur van de waarheid. Sproeien. Oké. Papier. En afdrukken maar.
En maar weer afwachten wat dit weer gaat worden. Dus zoveel te natter dat je je foam, je stamping foam maakt, zoveel te wateriger wordt je afdruk en lopen de kleuren meer door. Dus ja, wil je een wat scherper afdruk, dan moet je niet zoveel water gebruiken. Dus dan moet je eigenlijk eventjes, ja, daar moet je ook een beetje mee spelen. Op een gegeven moment heb je wel door van hoeveel en hoe nat dat je moet gaan spuiten. Nou, komt ie. Wow. Oké. Nou, die vind ik dus ook geweldig. Ik ga hem even drogen. Nou, volgens mij hebben we er weer een nieuwe verslaving bij, jongens. Dus, het gaat weer de goede kant op, of niet? Even drogen. En je kan er natuurlijk ook nog, je kan er een mooie cirkel van snijden of net wat je wilt. Je hoeft hem niet rechthoekig uit te snijden. Maar ja, je kan natuurlijk er net van, als je een mooie mal hebt, dan doe je hem met de mal. Ik leg hem even aan de kant, want ik moet even mijn blok schoon. Dan is die weer startklaar voor een volgende afdruk. En ook deze laten we er nog even in. Dus ook je acrylstempels, je rubberen stempels. Dit is toch een hele andere manier van waarop je ze gebruikt. En ik moet eerlijk zeggen van, ja, ik vind het wel heel leuk. Ik zal deze ook nog even bijsnijden. En dan kijken we later wel of het zo later. Ik zal deze een beetje ruimer gaan doen. Deze. Ik doe dit een beetje op de gok hoor. Ik ben het niet aan het afmeten nu. Dus hij zal niet helemaal perfect afgesneden worden. Maar het gaat erom dat jullie de techniek goed zien. Oké. Die daar aan de kant en deze aan de kant. En dan zijn dit de resultaten. Nou, ik moet zeggen, het ging alweer een stuk makkelijker als mijn vorige tutorial. Ik ben er helemaal happy de peppy mee. En nu maar wat gaten ervan gaan maken. Misschien dat ik er nog wel iets van Lavinia stempels op doe. Dat moet ik even kijken, want ja, zoals jullie weten ben ik ook één keer een Laviniaan. Dus verslaafd aan Lavinia. Maar nou, we zien wel wat we ervan maken. Jullie zien ze vanzelf wel weer op mijn hobby-site verschijnen. Op mijn Facebook-pagina. Ik hoop dat jullie ook deze tutorial weer leuk vonden. Mag je een reactie achterlaten. Ik zou het heel fijn vinden als je deze video's waardeert. Dat je abonnee wilt gaan worden. En ik zie jullie graag een volgende keer weer terug. Dus tot de volgende keer. Doei doei!